Zo, nu gaan we eens kijken naar die tabs die hier staan. Hier staat code, achtergronden en geluiden. We leren programmeren, dat doe je met code. Dus laten we eens kijken naar die tab code. We hadden het al eerder gezien. Je ziet hier allemaal gekleurde cirkeltjes. En daaronder zie je staan wat voor soort coderingen het zijn. Op dit moment zie je dat de achtergrond hier geselecteerd is. Dat betekent dat alle codes die je hier ziet betrekking hebben op een achtergrond. Kijk, bij beweging staat eigenlijk helemaal niks. Maar als je eens oplet, als ik nu op een sprite klik, kijk, nu staat in één keer bij beweging zijn allemaal verschillende codes. Bij achtergronden was dat niet zo. Dus het is wel belangrijk dat erop let wat geselecteerd is. De achtergronden hebben andere codes dan de sprites. Daar kan je weer andere dingen mee doen. De sprites staan ook op de voorgrond en de achtergrond, ja, de naam zegt het al, die staat op de achtergrond. Nou, laten we eens kijken naar die blokjes hier. De bovenste, beweging. Ik heb een sprite geselecteerd, zie je, dat is dat muisje. Als ik nou eens op zo'n blokje klik, neem 10 stappen, eens kijken wat er dan gebeurt. Oh, kijk. Ze beweegt 10 stappen naar rechts. Als ik er min 10 stappen van zou maken, wat zou er dan gebeuren? Dus even kijken hoor. Ik klik er weer op. Oh, dan gaat ze naar links. En zie je dat alleen het meisje beweegt, maar niet de jongen? Dat komt omdat het meisje hier geselecteerd is en niet de jongen. Als ik die jongen zou selecteren en dan op dat blokje zou klikken, dan beweegt de jongen. Dus het is altijd heel erg belangrijk dat je erop let welke sprite of achtergrond je geselecteerd hebt. Want als je een achtergrond hebt geselecteerd en je voegt dan code toe, dan gaat de computer die code uitvoeren op die sprite die je hebt geselecteerd. Of op de achtergrond die je hebt geselecteerd. Nou, eens kijken wat staat er nog meer. Hier, ga naar willekeurige positie. Ik heb de ballerina geselecteerd. Als ik hier nu op klik, dan gaat ze naar een willekeurige positie. Elke keer als ik erop klik, zie je dat? Wat trouwens ook wel grappig is. Jullie wisten al nu, of dat weten jullie nu al, dat als ik die ballerina verplaats, dan zie je ook de x en de y, die positie, die verandert dan ook, hè? Want die x en die y, die geven aan wat de positie is van die ballerina. Dus dat elke keer verandert dat, zie je dat? Elke als ik beweeg, verandert dat hiermee. En niet alleen hier, maar ook bij deze blokjes. Er staat nu x op 55 en dat zie je hier ook. En y op min 26 en dat zie je hier ook. En elke keer als ik hem beweeg, wordt het allemaal direct mee veranderd. Nou, weer een blokje. Schuif in 1 seconde. Oh, dat schuif in 1 seconde naar waar ze nu al staat. Dus dat is niet handig. Schuif in 1 seconde naar een willekeurige positie wel. Zie je dat? Schuif in 1 seconde naar een willekeurige positie. En als ik dat mannetje aanklik en er dan op klik, schuif in 1 seconde naar willekeurige positie. Nou, dan werkt dat ook. Zo zijn de verschillende codes. Probeer het maar eens uit. Let erop wat je hebt geselecteerd, welke sprite of welke achtergrond. En probeer dan eens uit om te kijken wat er gebeurt. Hier bijvoorbeeld zeg hallo. Kijk, dan zegt hij hallo. Of denk, Of probeer het maar uit.